Mijn trommelvliezen. Ik moet eerst nieuwe trommelvliezen kopen. Oh. Stop alsjeblieft. Ik heb nog een mama beer en een papa beer is even gezegd, alsjeblieft. Hallo. We zijn weer terug. Heb jij nagedacht? Dus, hoe ga jij geld doen? Ga je doen? Nee, wacht. Voordat we dat gaan doen. Zeg op. Onderteken het, die handel. Nee, wat moet ik eerst doen? Onderteken het. Of wij pakken een vinger. Ja. Het is toch al moeilijk met beren klauwen. Ja. ABD, kijk. Ondertekend? Ondertekend. Geen kleine letters, okay. Zag ik. Geen kleine letters, inderdaad. Heel simpel. Nog één keer ga ik het even zeggen. Zodat we een duidelijke overeenkomst hebben. Jij weet niet dat jij hier naartoe bent gebracht. Jij weet niet dat wij jouw oren hebben gemarteld. Jij weet niet dat we jou gaan martelen als je niet betaalt. Het enige wat jij weet is dat jij 80.000 euro over moet maken naar Dimitri voor zonsondergang morgenavond. Duidelijk? En anders duidelijk. Gaan wij... Ja, anders komen familie. De consequenties, maar die spreken voor en zich. Dan kunnen wij ook naar meneer met een lange hoed gaan, hè? Dat kan ook. Wil je dat? Je blijft van mijn vrienden af. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Wil je dat? Dat doe je niet. Dat doe je niet.